Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 18 november. Ontvang de Heilige Geest en de kracht om te vergeven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 20, vers 22. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. God wil dat onze hartsgesteldheid vergevingsgezind is. Wij moeten er allemaal voor kiezen om God te gehoorzamen en bereid te zijn elke aanval van de kleinste tot de grootste te willen vergeven, ongeacht hoe goed de duivel zijn best doet om onze gedachten te vergiftigen met bitterheid. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar God verwacht niet van jou dat je het alleen doet. Je kunt niet vergeven zonder de kracht van de Heilige Geest. Het is te moeilijk om het uit jezelf te doen. Maar als je oprecht welwillend bent, dan stuurt Hij de Geest om je te helpen. Je hoeft alleen maar bereid te willen zijn om nederig zijn hulp te willen inroepen. In Johannes 20, vers 22 blies Jezus over de discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest. Zijn volgende instructie was om mensen te vergeven. Hetzelfde zegt Hij tegen jou. Hij wil je vervullen met de Heilige Geest en je in staat stellen om te vergeven. Maar je moet het vragen en Hem ontvangen. God kan je de kracht geven om elke vorm van bitterheid en onvergevingsgezindheid uit je hart te verwijderen. Vraag God om de Heilige Geest over je heen te blazen, zodat jij degene kunt vergeven die je gekwetst heeft. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil het. Blaas uw Heilige Geest over mij heen en vervul mij. Ik kies ervoor om de kracht van uw Heilige Geest te ontvangen die mij in staat stelt om te kunnen vergeven. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.